Welkom bij Rail Racing 2. Dit is een game die heel erg nostalgisch voor mij is. Alleen al die muziek op de achtergrond is echt zo nostalgisch voor mij om te luisteren. Want dit is waarschijnlijk mijn favoriete game die er bestaat voor iOS. Ik heb deze game zoveel gespeeld en eindelijk heb ik een manier gevonden om hem opnieuw te downloaden. Want deze game bestaat niet eens meer in de App Store. Maar omdat ik hem nog op mijn Apple ID account had staan en ik sinds kort een nieuwe iPad had gekocht waar die compatible mee is, kan ik deze game weer eindelijk voor het eerst in jaren spelen. Dus ja, echt een enorme throwback, want ik heb deze game in het verleden, toen ik echt 10, 11, 12 jaar was, echt heel veel gespeeld. En volgens mij heb ik het zelfs 1 of 2 keer helemaal uitgespeeld. Sowieso 1 keer, maar volgens mij heb ik het 2 keer volledig uitgespeeld. Dus vandaag gaan we eraan beginnen om dat misschien voor een 3de keer te gaan doen. Dus in ieder geval, als eerste auto hebben wij een Volvo C30 Air Design gekocht. Hier zien we onze statistieken. We beginnen weer helemaal opnieuw. Ik kon er helaas geen manier vinden om... het was onmogelijk om mijn oude CPM terug te zetten, want dat was nog op een heel ander device. Op een iPad mini. Dus we gaan beginnen met onze eerste race in de clubdivisie. En veel van jullie zullen misschien bekend zijn met Rail Racing 3. Maar ik denk niet dat heel veel mensen Rail Racing 2 kennen. Vooral omdat die niet meer bestaat in de App Store. Maar hopelijk zullen wij gewoon deze hele career mode gaan completeren zoals ik al eerder heb gedaan in deze game. Deze keer op YouTube. Hier zijn we dus voor onze eerste race. Volgens mij dit circuit Beecherton. En meteen moest ik eventjes wat instellingen veranderen. Want het automatisch gas geven stond nog aan. En ook de muziek stond nog aan. En ik vind de menumuziek in deze game echt heel erg mooi. Maar ik hoef niet naar muziek te horen als ik aan het rijden ben. En ook volgens mij zijn er standaard alle hulpmiddelen aan en alles. Dus dan zetten we eventjes onze besturing op methode B. En zetten we ook eventjes de remassistentie en de stuurassistentie en de antislip en alles uit. Dus moest ik even meteen mijn eerste race restarten om even alle settings goed te krijgen. Maar goed, gaan we dan dus voor de tweede take van onze eerste race. De eerste goede take vanaf P16 op de grid. 2 rondjes hier op dit circuit. Het is gewoon zo leuk om gewoon weer voor het eerst in zoveel jaar dit circuit te zien. Want ik heb deze game natuurlijk zoveel gespeeld, maar dat is echt al lang geleden. Dus kende ik deze baan nog wel uit mijn hoofd. Ik denk dat ik alle circuits die er in Rail Racing 2 zitten nog wel uit mijn hoofd ken. Maar het was wel heel erg leuk om hier weer eens te komen. En nu ik het zeg maar zie, ken ik het weer. Maar anders had ik het niet helemaal denk ik meer geweten. Dus zoals je misschien ook had gezien aan het begin. Ik had de moeilijkste moeilijkheidsgraad gekozen voor deze career mode. Dat deed ik vroeger ook altijd. Dus ik dacht van, als ik het toen kon, dan zal ik het nu ook wel kunnen. Maar ik denk dat ik eigenlijk vroeger misschien wel beter was in deze game dan nu. Omdat ik het gewoon toen zoveel speelde en ik het nu de hele tijd niet meer heb gedaan. Maar goed, de reden dus dat ik eindelijk deze game weer heb kunnen downloaden is... ik heb het heel vaak geprobeerd op mijn iPhone. Maar zelfs op mijn iPhone 11 lukt het gewoon niet om de game te installeren als ik zeg maar via de App Store naar mijn aankopen ga. En op mijn iPad mini lukte het ook nooit. Maar het had er meer mee te maken dat ik daar te weinig opslag op had. Als we hier aan de binnenkant gaan met een heleboel auto's. En meteen ons promoveren naar P12. Maar nu heb ik dus eindelijk een iPad 7. En heb ik genoeg opslag om iPad apps te kunnen downloaden. Dus ik ging weer terug naar de App Store om weer Rail Racing 2 te zoeken in mijn app aankopen. En tot mijn verbazing lukte het gewoon om het te installeren. Want ik dacht eerst dat het onmogelijk was. Maar blijkbaar is het dus toch wel mogelijk. Helaas is dat niet het geval voor de originele Rail Racing. Die uitkwam in 2008 of zo. Deze game kwam uit in 2010. Als we nu de laatste ronde ingaan. 4 breed, de eerste bocht in. Beetje contact, een beetje over het gras op naar P5. Maar we gaan hem wel heel erg wijd de bocht in. Maar we kunnen even goed nog onze plek behouden voor even. Als nu die donkerblauwe Volkswagen Golf ons voorbij gaat. En zijn bumper die ligt ook niet zo heel erg lekker meer bij. Dus we gaan weer, als we weer terug aan de binnenkant gaan, daar bij bocht 3. Beter run ook daar bij de exit van bocht 4 op die witte Golf. Dus nu gaan we proberen om buitenom bij deze lange doordraaiende bocht naar rechts hier misschien een inhaalactie te maken. De tijd begint natuurlijk wel een beetje te dringen, want deze race is maar 2 rondjes. En ik wil het wel graag meteen proberen te winnen. Aan de binnenkant dan misschien hier in deze bocht naar dit soort van rechte stuk. Het draait zo meteen naar rechts toe, maar we gaan meteen naar de binnenkant bij die witte golf. Meteen aan de binnenkant bij 2 andere golven hier in de bocht daarna. Het is wel zo dat de Volkswagen Golf ietsje sneller is dan de Volvo C30, maar ik koos deze auto. Want ik dacht, het is dan misschien iets meer een uitdaging. Die Golf gaat weer terug aan de binnenkant. Wij gaan weer terug naar de binnenkant voor de bocht daarna. Binnendoor hier bij de 1 laatste bocht
voor de leiding van de race met nog maar één bocht te gaan nu. Dus het lijkt op dat we misschien onze eerste race in deze game weer terug zullen gaan winnen. Maar zoals ik net al zei, die Volkswagen zijn toch wel ietsje sneller dan deze Volvo C30. En helaas komt die golf weer langs zij vlak voor de lijn en finishen wij als tweede. Maar dat is weer mijn eerste race terug in Real Race 3 in zo'n, wat zal het zijn? Ik denk een jaar of 5, 6. Dus 5000 credits daar meteen mee gewonnen en wat reputatie erbij. En dat kunnen wij gaan gebruiken om uiteindelijk natuurlijk een nieuwe auto te kopen of onze huidige auto te upgraden. En zoals je kan zien, omdat we nu deze eerste race hebben voltooid, kunnen wij doorgaan naar de volgende. McKinley 1 tegen 1. Zonder bij trouwens dat ik de race had gewonnen, maar ik finishte volgens mij echt als tweede. Maar goed, die zijn we dus voor de tweede race. En hier zullen wij dus gewoon een 1 tegen 1 doen tegen een Volkswagen Golf op dit McKinley circuit. Dus we zijn onderweg. Dus zoals ik al net zei, het zal waarschijnlijk redelijk lastig worden, omdat die Volkswagen ietsje sneller is dan deze C30. Dus we zullen wel zien hoe dit zal gaan. Eerste bocht dan. We zullen waarschijnlijk in dit eerste gedeelte van het circuit wat moeite hebben, omdat we gewoon iets te kort komen qua topsnelheid en acceleratie. Dus hier zie je dat die McKay van ons wegrijdt. Maar waarschijnlijk dat we in het bochtige gedeelte iets wat tijd kunnen goedmaken. Ook in het rempunt. 1,1 seconde nu naar de rijder voor ons. Het is niet een hele lange ronde hier op McKinley. Dus vandaar dat het cruciaal was dat ik hier in deze linker bocht veel tijd kon winnen op een buitenom bij die bocht die nu leidt naar deze soort van chicane-achtige bocht. Al was het niet echt helemaal een chicane, maar het was nog best wel, je kon er gewoon vol gas doorheen. Zeker met deze auto. Misschien dat het in een F1 meer een soort chicane zou zijn. Hun naar de lijn en dat is onze eerste overwinning eigenlijk in de tweede race, als je het zo kan noemen. 1 tegen 1 race, whatever, van deze Real Racing 2 Career Mode. Dus de volgende keer zullen wij gaan beginnen met de eerste echte soort van race serie. De eerste cup in deze career. En dan zul ik ook waarschijnlijk live commentary gaan doen. Als mijn serie gaat aan. En ik ben nu van alles aan het zeggen tegen Siri. Dus waarschijnlijk heb ik iets gezegd dat leek op Hey Siri. Maar goed. Wat heb ik gezegd? Reseda eerste club in deze keer. Dan zal ik ook waarschijnlijk live met haar gaan doen. Als mijn Hey Siri, mijn Siri gaat aan. En ik ben er alles aan het zeggen tegen Siri. Waarschijnlijk heb ik iets gezegd wat lijkt op Hey Siri. Goed. Sorry, kun je het nog eens zeggen met minder woorden? Nee, sorry. Goed. dat is wat mijn iPhone daarvan heeft gemaakt. Oh, hij doet het weer. Nee, Siri is weer aangegaan. Ik kan helaas maar één vraag tegelijk beantwoorden. Het spijt me. Oké, zoals je net zag, we hebben een upgrade nodig om deel te nemen aan de volgende race. Ik checkte eventjes of er misschien een goedkope auto was die ik kon kopen of zo, die net ietsje beter was. Maar dat was er helaas niet. Dus upgraden wij het engine management systeem, zodat we 71 p hebben, genoeg voor de Monaco, de challenge. Dat zullen we dus gaan doen in de volgende aflevering. Dus hopelijk vond je het leuk. Laat maar weten of je liever postcom of livecom ziet. Dat was uiteraard postcom, maar ik denk dat ik het voor de volgende keer met de livecom ga proberen. Dus heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer in de volgende.